Eindelijk verlof. Is er nog bier, Carmenneke? In de frigo. En wij gaan nu eens goed vertroetelen. En Sjoeke. Een beetje niks, hè. Wat wandelen, een kremmetje gaan eten bij Janneke. Hè? En we mogen ook niet vergeten van te passeren bij de dokter voor uw wormkes. Ja. Huh? Wormkes? Ik? Maar nee, een ozelaar, ik heb het tegen ons neerroken. Wij gaan de bloemetjes buiten zetten. Oeh, ik dacht dat wij samen... Zeg, trouwens, jij hebt geen tijd om de lamme goedzak uit te hangen. Hm? Oh, nee, zeker. Ik heb toch verlof? Ja, en dat past perfect in mijn planning. Ja, welke planning? Xavier. Heb je al eens gezien hoe vuil het hier is? Nee. Spreek mij niet tegen, hè? Allee, ja dan. Ah, zie je het wel? En daarom mocht jij nu aan de grote kuis beginnen. Ik heb toch niks beters te doen. Ja. Oeh. Maar jij bent toch de kuisvrouw? Ja, bij Boma ja. Allee, vooruit. Ja, maar Carmenneke. Ik had gehoopt van het er eens goed van te nemen. Op mijn gemak de gazet lezen, een pintje drinken. Ja, dat had jij allemaal kunnen doen. Maar eerst de zolder opruimen en de plafond witten. Oeh, jammer, Sjoeke. Ja, hoor ik u nog? Allee, begint er dan maar aan. Hè? Ik moet eerst nog een paar potten verf. Oh, ik heb het toch getroffen met u, Sjoeke. Je zou het eens moeten weten. Entree. Oh, voorzitter. Jij moet mij helpen. Ik moet... Wat is het? Gaat je op reis? Ben gedacht. Ik moet naar een congres in de Dardenne. Over de plaats van de worst in onze eetcultuur. Oh. Bon, wil je daar eens mijn vakliteratuur aangeven? Playboy? Voor de eenzame uurgezetmakker. Pascalke zal daar ook niet kunnen mee lachen, ben gedacht. Oh nee, kan ze niet tegen blote madame? Ook niet. Ik zou morgen bij haar normaal naar een klassiek concert gaan. Maar nu met dat congres gaat dat niet door, hè? Ja, dat is jammer. Niet voor mij. Klassiek concert. Geef mij maar wilturen in concert. En wat scheelt er met u? Ah ja, Carmen, hè? Nu wil ze mij opzadelen met de grote kuis. Juist nu dat ik congé heb. Je hebt daar ook iets op uw dakkenbakker. Maar waarom komt je daarvoor bij mij? Ja, ik dacht, onze voorzitter weet voor alles een oplossing. Ah, mensenkennis heb je genoeg. Ja, ja, maar het zal niet gaan deze keer, zeker. Ah, als ik niet weg moest, hè... Maar wacht eens. Dan kunt je toch hier blijven als je wilt, hè? Hoe hier blijven? Ah, je verstopt u voor Carmen en ondertussen bewaak je mijn villa. Ja, je zegt daar zo wel iets. Maar ja, maar wat als Carmen komt kuisen? Hoe? Ze heeft een week congé genomen om bij neer op zwier te gaan, zegt ze. Wel, voorzitter, als dat zo zit, ik doe het. Voilà, bonheur. En doe het, alsof dat je thuis bent. Het zal niet mankeren, voorzitter. Bon, dan ga ik nu de plaats van de worst in de eetcultuur bestuderen. Salut. Ja, voorzitter. De plaats van de worst in onze eetcultuur. Daar, hè. Dief. Kalm, donkel. Ik ga je die zegel terugbetalen. Wij hadden er geen meer boven. Dat is al 37 frank. Voor een zegel van 17. 20 frank spartengeld. 17 en geen frank meer. Dat is nu het probleem met de jeugd, zie. Geen enkel respect meer. Oh. En waarom moet jij mij beroven van mijn postzegels? Doortje die heeft mij gevraagd om een postkaart op te sturen voor die wedstrijd van Radio Hallo. Een wedstrijd? Ja, maar die waarmee je een zonnebank kunt winnen. Een zonnebank. Oh. Een zonnebank. Dat heb ik altijd al willen hebben. Dat is toch niks voor u? Er komt geen geld uit, ze. Dat is maar een gedacht. Mensen. Een limonade, alstublieft, Pascal. Niet alles tegelijk, hè. Zo slecht gezien. Ja, dat is de schuld van Boma. We zouden morgen naar een klassiek concert gaan. En nu moet meneer ineens voor 3 dagen op congres naar Dardenne. Jij gelooft dat blijkbaar niet. Natuurlijk niet. Het is gewoon een uitvlucht om niet te moeten gaan. Ah, oh. Oh, Mark. Ah, Paul. Hier, je hebt de grote van Biekes even de kaart gestuurd. Ai. Hola. Onweer op komst. Ah, oei.
Oh, het is toch nog niet voor vandaag. Zeg, jammer! Carmen, kan dat alsjeblieft wat rustiger? Zeg! Dat is hier mijn privé? Ja, al was dat hier de balzaal van Koninklijk Paleis? Zeg! Carmen! Vertellen waarom dat geel mijn living ondersteboven keert. Waar is mijn Xavier? Hoe kan ik dat nu weten? Het is uw vent, hè? Ja, die jij voor mij verstopt. Ik Xavier verstoppen? Maar zeg, ik heb Xavier van een hele dag nog niet gezien. Misschien zijn ze hem om 5 uur vergeten wakker te maken en ligt hij nog slapen in de kazerne. Ja. Nee, hij heeft een week congé. Nee. Er is gewoon gaan lopen om de grote kuis niet te moeten doen, de landzak. Pas op, misschien zit hem bij een andere vrouw. Dat hoorde wel meer, hè, tegenwoordig. Maar, Die lamzak presteert bij mij nog niet. Wat zou hem dan op een ander gaan doen? Ja, presteren, hè. Xavier. Hij is vannacht niet naar huis gekomen. Wat ging toch? Misschien zit hem dan toch bij die andere vrouw. Maar geef Carmen een plek toe. Allee, kom. Allee, Carmen, ik ga eventjes zitten. Ja. Oh, ik ben zo bang dat mijn Sjoeke niet zo overkomen is, hè? Maar nee, Xavier, die is gisteravond blijven plakken en die ligt nu waarschijnlijk ergens zijn roes uit te slapen. Denkt je? Ja, hij kan ook vermoord zijn, hè, ma. Oh, mijn arm soldaatje. Ja, en in stukjes gekapt. Tjak, tjak, tjak. Allee, maar ik let een beetje op uw woorden, hè. Allee, wat moet ik nu doen? Ja, als je wilt, dan bel ik eens naar onze pa. Dan kun je al een doodskist bestellen. Tijd voor ontbijt. Xavier, het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Hola, hola, hola. Wij zijn nog niet open. Zeg, Pipo, ga daar nog langs staan koekeloeren? Pak die eens over. Ja, direct. En ga nu maar tegen Balthazar zeggen dat zijn beste vriendin Vanessa hier is. Balthazar is naar een congres. Kan ik u misschien helpen? Wie zeide jij? Xavier Waterslager, dus ik speel hier een beetje voor concierge. Perfect. Ik kom hier een beetje logeren. Ga maar uit. Breng mijn valiezen naar boven en laat een broebelbad vollopen. Zeg, ik heb wel andere dingen te doen, hè. Moet ik mijn beklag doen tegen Balthazar misschien? Nee, nee, nee. Maar een mens was eens op zijn gemak. Je moet tegen mij niet beginnen zagen, hè. Mijn lief heeft me buiten gesmeten. Mai, ik zou niet weten waarom. Hij is ziekelijk jaloers. Gewoon omdat ik voor een naaktschilderij poseerde. Oh ja, natuurlijk. Ja, maar dat was het probleem niet. Hij kon er niet tegen dat de schilder ook in zijn blote stond. Allee, haast u eens een beetje. Ja, maar zeg, ik werk hier niet, hè. Ik ben hier enkel om te ontkomen aan de grote kuis van ons Carmen. Is dat uw lief, Carmen? Nee, erger. Mijn vrouw. Dan zitten we in hetzelfde schuitje. Sorry dat ik u daar juist zo gecommandeerd heb. Allee, het is goed. Maar zou jij dan nu toch even mijn koffertjes naar boven willen dragen? Mijn rugje doet zo'n pijnlijke. Ja. Omdat je het zo lief vraagt. En als je daar dan toch ineens uit
Moet je dan een broebelbadje vullen? Hm? Ja, maar... En daarna mogen mijn voetjes masseren. Ja, maar zeg... Hoe rapper dat je terug bent, hoe rapper dat je mag beginnen. Hè? Ja, ja, maar... Kermenneke, je komt als geroepen. Lees dat hier eens. DDT, Zonnebankcenter, uw garantie voor een zuiderstientje. Sinds wanneer heb jij een zonnebank? Sinds even. Ik had de zonnebank die Radio Hallo weggeeft, hè. Winnen. Hoe weet jij dat? Een voorgevoel. Ja, dat zie je van hier. Die zonnebank is voor mij. Trouwens, wie wil er nu in zoveel krocht op een zonnebank liggen? Ja, als je maar langskomt om mijn infrastructuur te beledigen, bol het dan maar af. Vredaard! Mijn Xavier is vermist. En jij wilt nog ineens helpen om hem te vinden. Xavier vermist? Heeft hij u eindelijk laten zitten? Dat is niet om te lachen, hè, Bosaan. Misschien is hij wel dood. Ja, wat heb ik daarmee te maken? Je denkt toch niet dat ik, hè? Nee, daarvoor zei het te stom. Heeft jij Xavier nog gezien? Dat hangt er vanaf. Waarvan? Daarvan. Afzetter. Eerst. Ja, dank u. En wat moest je nu weten? Of dat je Xavier nog gezien hebt. Xavier? Nee. Abel! Ah, zeg. Ik ben sergeant en geen pedicure. Wat is er aan te zien? Georges Lekens. Zoals iedere woensdag namiddag luisteraars nodigen wij een... Zever! Ik wou dat wel horen. Die mannen zeggen iedere keer hetzelfde. Och. Ga mij liever een Irish koffie maken, kom. Zeg! En als je terug bent, dan mag je naar je stom interview luisteren. Allee! Het is hier weer feest, precies! Wie zeide jij? Carmen, de privésecretaresse van meneer Bomen. En ik zie dat hem zijn servla weer niet in bedwang heeft kunnen houden. Wat komde jij doen? Want je stoort wel, hoor. Ja, dat kan ik geloven. Maar wees gerust, het zal niet lang duren. Ik kom meneer Bomen vragen of dat de mijn Xavier gezien heeft. Uw Xavier? Ja. Oh. Mijn arme vermiste ventje. Het zal niet zo gemakkelijk zijn om Balthazar nu te spreken. Oh nee, hebt hem zodanig afgejakkerd misschien? Oh, meneer Boma, meneer Boma. Doe die deur open. Ja, de gedachte, het gaat, ik er ben op dat... Wat scheelt er, je klinkt zo raar. Ja, mijn gedacht. Ik kan u niet binnen laten, want ik heb een zeer gevaarlijke keelontsteking. En malaria. Oh, malaria. Ja, en wat doet die trees hier dan? Dat is mijn dokter. Ja, ja, dat is waar, ja. Ja. Ah, je waart dokterke aan het spelen. Als Pascalke dat doort. Nee, tegen Pascalke vertellen. Ik zal haar dat wel zelf expliceren. Je kunt beter weggaan. Balthazar mag niet zo lang met de mensen blijven praten. Drukte mee, moeit u eens niet. Meneer Boma, doe die deur open. Ah. Hij moet weer zwaar te pakken. Je moet hem gerust laten of hij valt. Ja, zeg. Ja, wie is er hier van dokter? Ja, dat vraag ik mij ook af. Je kunt beter straks eens terugbellen als ze een beetje gekalmeerd is. Oh. Kom, Nienoke, kom. Als je te weten komt waar dat mijn Xavier uithangt, dan kun je zien dat je het mij direct vertelde. Of je zult echt een dokter nodig hebben. Trutemie! Is ze weg? Ja. Dus dat was u, Carmen? Ja. Nu versta ik waarom dat jij op de vlucht bent. Zeg, die is koud. Maak mij schrap een andere. Ja, zeg. Moet ik uw vrouw terugroepen misschien? Oh, slecht karakter. Ja! Nee. Oei,
zei jij? Hartje. Oh, Markske. Maar Mark, wat kom jij hier doen? Xavier? Weet je dat jij vermist bent? Ja, Mark, en dat ben ik dus nog altijd, hè? Serieus? En je zit hier? Ja, Mark, maar Carmen mag dat niet weten, dus tegen iedereen zwijgen. Ja. En is dat uw lief? Nee. Zij komt zich hier verstoppen voor haar vriend. Huh? Mag ik meedoen? Kom, Mark, zeg liever wat je hier komt doen. Ik kwam meneer Boma halen om die zonnebank live te verloten op Radio Hallo. Dat zal moeilijk gaan. Meneer Boma zit op een congres. Zeg, komt mijn Irish koffie nog? En daarna mocht u mijn vuile was doen. Mark, kom, ik ga mee met u. Wat? Ja, ik zal die zonnebank wel verloten op Radio Hallo. Ja? Ja, Markske, ben gedacht. Ik kan Boba imiteren. Zelfs ons Carmenneke trapt erin. Amai, Xavier. En mijn een Irish koffie. Pak het vliegtuig naar Dublin en haal er een. Pascal, mag ik een pintje? Kom in orde, Johan. Ja, en dan is het nu tijd voor de verloting van onze professionele superdeluxe zonnebank. Ah, om de winnende postkaart te trekken zit hier. Niemand minder dan meneer Boma zelf. Meneer Boma, welkom in de studio. Bonjour tout le monde. Ja, en ik ben werkelijk heel gecharmeerd dat ik zo'n mooie prijs mag weggeven. Want zoals je weet, ik zie graag vlees met een aangebrand kleurtje. Bah! Ja, meneer Boma, hou de luisteraars niet langer in spanning. Ga uw gang. En meneer Boma gaat helemaal onderaan in de pot met honderden kaartjes. Ja, want als je iets doet, moet je het goed doen. Pardon. En de winnaar is... DDT? Ik bedoel DDT. Ja, en dan wens ik Dimitri van harte geluk wensen met zijn prijs. En die kan hij komen afhalen in de studio van Radio Hallo. Verdomme, wat kan die nu met een zonnebank doen? Ons Carmen zal niet content zijn. En dan nu muziek. Oh, zo liegen. Zijn hypocriet. Ach, Pascal, onnozel wicht. Ja, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Zeg, wat scheelt er? Boma heeft mij wijsgemaakt dat hem voor 3 dagen naar Dardenne moest. En nu zit hij bij Radio Hallo een zonnebank weg te geven. Maar kind, dan weet je nog niet alles, hè. Boma bedriegt u met een Vanessa. Wat? Ja, ik heb ze zelf bij hem gezien en ze waren dokterken aan het spelen. Die zet hier geen voet meer binnen. Hallo, Café de Kampioen. Dag, mijn balskoteletje. Het is uw saté hier. Ah, dag Balthazar. En, hoe is het in Dardenne? Ah, c'est triste sans toi, hein? La soleil dans ma vie, hein? Maar ja, de plicht roept. Dat zal wel. Maar je hebt tenminste medische verzorging, hm? Dat je medische verzorging hebt. Ja, ze zullen hier wel de dokter hebben, zeker hebben. Maar... Ah, wat dat jij nu denkt, zotteke? Ik denk er vooral aan dat je mij weer aan het bedriegen bent, vuil moustache. Wat lief? Het is al erg genoeg dat je met mij niet naar een concert wilt gaan, maar dat je dan nog een ander lief in huis haalt, dat is toch wel een top... Pascalke, ik weet niet waarover dat je het hebt, hoor. Wel, dat is dan heel erg, want ik kom direct mijn spullen halen. Ja. Pascalke, je vergist u. Zeg, eet de patat, ze wil u nooit meer zien. Kom, Rick. Voilà. Ja. Als je mij niet had, hè. Goedemiddag, ik kom voor een onderhoud. Voor u of voor uw wagen? Pardon? Wel, vanaf nu krijgen zowel u als uw wagen een beurt bij DDT OK-kaars. Zijn jij niet beschaamd, vies ventje? Ja, maar je begrijpt mij verkeerd, hè? Allee, ga mee naar boven, dan laat ik u mijn pronkstuk zien. Jij weet echt van geen ophouden, hè, maar... Ja, maar wacht, wacht. Ik wil u laten kennismaken met onze nieuwste service. DDT's luxe zonnebankcenter. Een zonnebankcenter in een garage. Ja, terwijl dat ik uw wagen aankijk, krijg jij een mooi kleurtje. He? En tegen maar iets meer dan de helft van het dubbel dat je bij een solarium zou betalen. Wat zegt je daarvan? Ja, dat is misschien nog niet zo'n slecht idee.
Akkoord. Je gaat het u niet beklagen. Kom, hier. De trap op en de eerste deur links. Hè? Zie, hè? Het zijn nieuwe lampen. Dag, Paul. Paul. Hey, Lonkel. Wat doen mijn meubels in de garage? Geef me even een tijd. Ongedierte. Ja, uw loft zit er vol van. Ratten en muizen en spinnen en kakkerlakken. En daarom moeten mijn meubels naar beneden. Dat is voor de verdeligers, hè? Maar zijn gerust, het is allemaal op mijn kosten. Waarom geloof ik u niet, onkel? Ah, omdat jij altijd al een bedwetterke bent geweest. Nee, Paul. Luister naar uw onkel. Je mag niet naar boven gaan. Ja. Jeugd van tegenwoordig, hè. Paul, wacht! Oei, excuseer. Ja, ziet je nu wat er van komt als je niet luistert? Wilt je maken dat je er onmiddellijk buiten komt? Viezerikke! Excuseer, juffrouw, maar dit is mijn appartement, hè. Maar, nonkel, wat doet die zonnebank hier? Ja, waar moet ik ze anders zitten? In de garage misschien? Ziet je de mensen zich daar al uitkleden? Die kan hier niet blijven staan. Maar al, zie je zo schoon. Je zou er zo gaan onder liggen. Dat is echt de laatste keer dat ik hier geweest ben. Ik ga wel naar Van Roos. Ja, maar dat is allemaal een misverstand. Je moet mij uw soort niet leren kennen. Wacht. Ik zal een geste doen. Deze beurt is gratis als je klant blijft bij DDT OK Cars. Goed. Allee, doe nu terug maar alles uit. Maniak! Ja. Dat was allemaal uw schuld, hè. Jij zult me die klant vergoeden. Klant? Wat doet die zonnebank hier, nonkel? Ik heb die gewonnen bij Radio Hallo. Dat is nu mijn zonnebankcenter. Wat lief? En al die vreemden in ons huis? En onze privacy dan? Overdag zijt je toch niet hier? En s'avonds heb je zoveel privé dingen zoals dat je wilt? Oh ja. En elke avond mijn meubels de trap op en afsleuren. Dat is toch geen probleem voor een sportman zoals jij? Maar je krijgt wel geteld 1 uur om hier alles terug op zijn plaats te zetten. Of ik doe je een proces aan voor huisvredebreuk. Ja, maar Paul, je kunt... 1 uur. Ja, maar... Ik zou er maar aan beginnen als ik u was. Zak! Wat doet jij in dat bed? Oh, Xavier, jij komt als groep. Hier. Hoe? Wat moet ik daarmee? Mij kriebelen. Kom, niks te doen. Het is tijd voor mijn siesta. Uit dat bed. Maar ik slaap altijd in dit bed als ik hier kom logeren. Ja, ik ook. Eruit. Zeg! Jij bent nog groter een brute dan Mario. En jij bent nog lastiger dan Carmen. Eruit. Wie zei jij nu weer? Ha, Pascal. Wat kom jij hier doen? Eigenlijk wou ik zomaar eens kijken. Ah. Is dat Vanessa? Jij kent mij al. Kom, zwijg, Vanessa. Je mocht hem gerust meepakken. Hij heeft geen enkel verstand van vrouwen swanjeren. Waar is Balthazar? Ah, die is naar een congres in de Ardennen. Ah, dus toch? Ja. Zeg, en weet hij hiervan? Ah ja, hij heeft het zelf voorgesteld. En Carmen dan? Ja, ik mag toch ook iets hebben. Carmen moet toch niet altijd haar goesting hebben? Ik zou tegen zijn getrouwd, hè? Ja, dat wil toch niet zeggen dat ik haar slaafje ben, hè? Ja, maar in mijn verlof mag ik mij toch ook wel eens ontspannen? Ontspannen? Carmen moet maar iemand anders zoeken, want ik doe het niet. Dan zal ik u maar alleen laten, zeker, hè? Van mij mogen gerust blijven. Oh, Pascal. Je mag hiervan niks tegen Carmen zeggen. Oh. Ja, maar nee, ze zou het niet begrijpen. Eerlijk gezegd, ik ook niet. Oh, Pascal, wat... Meubelstuk, 6 letters. Domme canapé, hè? Canapé. Dank u, onkel. Boer, kom mij helpen. Ja. Ik heb u niet gevraagd om die zonnebank boven te zetten, hè? En laat het maar vooruit gaan. Ah, Paul. Het is verschrikkelijk. Wat ik nu te weten ben gekomen, hè. Het is precies serieus. En je zit helemaal over uw toeren. Xavier heeft een affaire. Dat bufferke. Xavier, dat kan niet. Ik heb hem betrapt in Boma's bed. Met een Vanessa. Met een Vanessa? Alleen er heeft Belgisch leger toch nog scherpschutters. Maar
Pikke Carmen dan. Hij trekt zich daar niks van aan, zegt hem. Hij wil zich tijdens zijn vakantie een klein beetje ontspannen. Plezant ontspanning. No call. Kom, Paul. Kom, we gaan naar het café. Oh. Ja, daar kunnen we dan zien wat we moeten doen. Zonder stoorzender. Zee. De regist? Ja, wat is het? Heb jij soms mijn lief niet gezien? Vanessa. Vanessa? Ja, we zijn al een dag kwijt, de trut. Ik weet misschien iets. Iets pikant. Hè? Kom, vertel op. Ja, het tarief voor zo'n pikante inlichting is 500 frank. Wil jij een beetje profiteren van de miserie van de mensen, kameraad? Maar aangezien de eerste keer is dat je komt, is het een rondje van de zaak. Is al mee. Hey, vertel op. Uw lief bedriegt u met een boefer. Het is grote lieden tussen die twee. Zet je mij iets aan het huis maken? Als je me niet gelooft, ga dan zien. Konijnenveld 69. Een kast van een villa. Zo pas niet waar is je kameraad. Is toch plezant als je de mensen kunt helpen. Oh, hij staat er toch schoon op, hè? Ja, wat is nu weer? Ik mag mijn gat niet draaien of ik heb abras met Pascal. Buiten, gij. Je hebt hier niks meer te zoeken. Ik heb niks misdaad, hè? Oh, nee, zeker. Zeg dat je naar een congres gaat en ondertussen met een ander liggen rollenbollen over speelgeschipolata. Dat moet er niet verstopt zijn, zeg. Ik ben speciaal teruggekomen om alles goed te maken. Oh, je geeft het dus toe dat je Pascalke bedrogen hebt. Maar nee, je... Oh, Pascal, geef hem maar eens goed zijn vetten. Sloeberke, ik ben blij dat ik u zie. Demente Trees, moet ik uw geheugen eens opfrissen misschien? Carmen, laat maar. Balthazar heeft niks misdaan. Je bent niet kwaad op mij. Ah, maar nee, mijn sloeberke. Oh, zijn die bloemen voor mij? Oh, die zijn schoon. Maar dat was voor niks nodig. Ja, maar... Zeg, hier, Sesse, moet u vies bloemen niet hebben? Ja, en als jij die mislukte donkerwand binnen 1, 2, 3 niet buiten stuurt, dan doe ik het, hè. Carmen, moeit u niet. Oh, zeg, mag ik dan eens weten wat er in uw kopje is geschoten, hè? Gaat eens even zitten. Ja. Allee. Mark, breng Carmen eens naar Porto. En u moet eens even kalm blijven, hè. Want wat ik nu moet gaan zeggen, dat ligt heel moeilijk, ze. Xavier, hè. Ah, die... Je hebt het over dat lief van de Xavier. Vanessa. Wat? Ja, ik heb het altijd gezegd, hè. Strohalmke, als jij nu niet stopt met mijn vent zwart te maken, hè. Het is waar, Carmen. Ik heb ze samen betrapt in bed van Boma. Dat boeverke. Het is zijn vrouw in mijn bed. Ik ben de enige die dat mag. Pardon? Met manier van spreken, hè. Bon, ik weet genoeg. Maar geef mij die fles porto. Carmen, drinken lost niks op. Drinken? Ik ga ze kapot kloppen op zijn kop. Ja. Zeg aan mijn tante Riek. Balken. Oh. Vanessa. Wat heeft dat nu weer te betekenen? Pascal, ik weet van niks, ik zweer het. Vanessa. Xavier. Mario. Blijf eens met je poten van mijn lief. Ja, maar... Jij denkt dat je er zomaar kunt afpakken, hè, boeverke? Ja, boeverke. PDC, hè. Balthazar Koma, vleesindustrie en veel en los. Zeg, kan dat hier eens niet wat stiller? Zo kan ik niet slapen. Daar zit hij. Smerig, boeverke. Dan is hij dat. Hele zeg, mislukte Schwarzenegger. Laat mijn vent los, of het zal u een beste dag niet zijn, hè. Ja, allee, trap het af en neem die trut ook maar mee. Allee. Kom, trut. Ja. Goed neerroken. En nu, is het dan al zo? Carmen doet dat niet. Oh, Carmen, er zijn toch andere manieren om dat op te lossen? Bon, dan laat ik me scheiden.
Scheiden? Waarom? Omdat je vrouw en hond bedrogen hebt met die drut. Maar dat is niet waar. Ik heb niks misdaan. Ja, maar ik heb u toch samen betrapt in Boma's slaapkamer. Oh, maar dat is... Zij lag boven in het bed van Boma en ik wou mijn siesta gaan doen. Alleen, hè. En ik heb geprobeerd... En wat deed jij hier dan? Ik heb tijdelijk op de villa van Boma gepast. Ah. Als vriendendienst. Ja. En de grote kuiswaarde vergeten zeker? Min of meer. Boom, omdat je dat niet meer vermist bent, kun je er nu aan beginnen, hè? Ja, Carmen. Oh, ik moet eerst nog een paar potten verf. Hela, dat heb ik al in uw plaats gedaan. Moest weer eens verloren lopen, hè? Ja, Bo, is alles dan opgelost nu? Ja. Ah ja, wij kunnen vanavond toch naar dat concert, sloeberkje. Dat zal ze hebben, hè? Nee, Boma! Nee, Boma! Kalm, Marske. Waar brandt het? Brand! Oei! Maar, wat is er allemaal? Meneer Boma, we moeten de trekking van de zonnebank overdoen. De uitslag is ongeldig. Ah ja, want Dimitri heeft gewonnen. Ik eis ook een erkansing. Ik ook dan. Ja. Mark, kom. Ja. Laat de voorzitter dan opnieuw trekken. Ja. Ik, ja, nu. Ja, ja, je kent mij, hè. Pour plaisir au dame, hè. Ja. De winnaar is... Dimitri de Tremmerie. Bravo. Winnaar? Dat gaat toch nu. Oh, hier. Ja. Het is niet moeilijk. Voorzitter. Maar hier, zijn dat maatkaartjes van onkel Dimitri? Ik kan toch geen 2 minuten mijn gat keren, hè? Ja, maar dan heeft Dimitri vals gespeeld. Denkt je dat nu echt, Markske? Ja, ja. Dimitri, waar zit je? Ja, die zonneaanbieder zal zo'n smoel niet meer durven laten zien, hè? Wij hebben nog een vermeikje met u te pellen, hè? Dan zult je toch even moeten wachten. Ik ben onschuldig. Oh, wat heeft hij nu weer uitgestoken? We hebben een klacht binnengekregen over een vals zonnebankcentrum dat als piepshow wordt gebruikt. Oh, wauw. Dat is een vergissing. Paul, vertel het hem. Ja. Hey. Ja, maar dat was maar om te lachen. Leg dat maar uit op de bureau. En kom. Meekomen. Alle vrienden, help me dan toch. Ja, ik zou wel willen, maar het staat u zo schoon, hè, die armbandjes. Pottenstappers. We zullen u in de bak komen bezoeken. Dimitri, je stuurt toch een kaartje? Tot ga je! Eindelijk verlof. Is er nog bier, Carmenneke? In de frigo. En wij gaan nu eens goed vertroetelen. En Sjoeke. Oh. Een beetje niks, hè. Wat wandelen. Een kremmetje gaan eten bij Janneke. Hè? En we mogen ook niet vergeten van te passeren bij de dokter voor uw wormkes. Hè? Huh? Wormkes?
Maar nee, een ozelaar, ik heb het tegen ons neerroken. Wij gaan de bloemetjes buiten zetten. Oeh, ik dacht dat wij samen... Zeg, trouwens, jij hebt geen tijd om de lammengoedzak uit te hangen. Hm? Oh, nee, zeker. Ik heb toch verlof? Ja, en dat past perfect in mijn planning. Ja, welke planning? Xavier, heb je al eens gezien hoe vuil het hier is? Nee. Ja, spreek mij niet tegen, hè. Allee, ja dan. Ah, zie je het wel? En daarom mocht jij nu aan de grote kuis beginnen. Ik heb toch niks beters te doen. Ja. Oeh. Maar jij bent toch de kuisvrouw? Ja, bij Boma ja. Allee, vooruit. Ja, maar Carmenneke. Ik had gehoopt van het er eens goed van te nemen. Op mijn gemak de gazet lezen, een pintje drinken. Ja, dat had jij allemaal kunnen doen. Maar eerst de zolder opruimen en de plafond wieten. Oeh, ja, maar Sjoeke. Ja, hoor ik u nog? Allee, begint er dan maar aan. Hè? Ik moet eerst nog een paar potten verf. Oh, ik heb het toch getroffen met u, Sjoeke. Je zou het eens moeten weten. Entrez. Oh, voorzitter. Jij moet mij helpen. Ik moet... Wat is het? Gaat je op reis? Ben gedacht. Ik moet naar een congres in de Dardenne. Over de plaats van de worst in onze eetcultuur. Oh. Bon, wilt je daar eens mijn vakliteratuur aangeven? Playboy. Voor de eenzame uurgezetmakker. Pascalke zal daar ook niet kunnen mee lachen, mijn gedacht. Oh nee, kan ze niet tegen blote madame? Ook niet. Ik zou morgen bij haar normaal naar een klassiek concert gaan. Maar nu met dat congres gaat dat niet door, hè? Ja, dat is jammer. Niet voor mij. Klassiek concert. Geef mij maar wilturen in concert. En wat scheelt er met u? Ah ja, Carmen, hè? Nu wil ze mij opzadelen met de grote kuis. Juist nu dat ik congé heb. Je hebt daar ook iets op uw dak, hè, bakker. Maar waarom komt je daarvoor bij mij? Ja, ik dacht...